Olietankers die Curaçao aandoen varen binnen via de Sint-Anna-baai. En dat heeft consequenties voor de bewoners omdat de schipbrug dan wordt uitgevaren. Lange wachttijden voor het verkeer zijn dan ook niet ongewoon. Maar daarin komt verandering als de nieuwe verkeersbrug over de baai zal worden opengesteld. Het is een vaste brug van bijna 500 meter lengte met een doorvaarthoogte van 55 meter. Daardoor zijn de op- en afritten nogal steil geworden. De voltooiing van deze oeververbinding tussen Punda en Otrabanda vindt plaats precies 20 jaar nadat de plannen ervoor waren ingediend en ongeveer 5 jaar nadat de toen in aanbouw zijnde brug vermoedelijk door fouten bij de verankering plotseling was ingestort. Een ongeluk waarbij vele doden vielen, onder wie 4 Nederlanders die bij de bouw van de brug betrokken waren. Na de verslagenheid van 1967 heerst er nu vreugde op Curaçao, omdat binnenkort, gehoopt wordt nog voor het einde van het jaar, het verkeer van de nieuwe oeververbinding gebruik zal kunnen maken. En dat betekent een aanzienlijke verlichting voor het kleine eiland, waar het aantal auto's na 1950 is toegenomen van 5000 tot 24.000. De derde dag na het vertrek uit Nederland voeren Haar Majesteit de Koningin en zijn Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard aan boord van de kruiser De Ruiter, waarop zij zich in San Juan op Puerto Rico hadden ingeschept, het Schottengat binnen, de natuurlijke haven van Willemstad. Het was vroeg in de ochtend van een in alle opzichten stralende dag. Met de bemanning voltallig aangetreden, meerde de oorlogsbodem aan de kade van de nieuwe haven, waar de gouverneur der Antillen, de minister-president en de gezaghebber van het eiland, met vele anderen ter begroeting van het koninklijk paar aanwezig waren.
Buiten het ontvangstgebouw stond de uit Nederland gekomen crèmekleurige calèche gereed, waarmee de vorstin samen met de prins haar intocht in de stad deed. De drukte in de straten van Willemstad was overweldigend. Langs brede hagen van juichende mensen, onder wie de jeugd sterk was vertegenwoordigd, reed het koninklijk paar naar het gouvernementshuis, het Fort Amsterdam. Duizenden mensen juichten Hare Majesteit en de prins hartelijk toe toen ze plaatsnamen onder een baldakijn op de hoek van de fortmuur, vanwaar ze een defilé van de schooljeugd gadesloegen. Met hartelijk applaus dankten de koningin en de prins voor deze hulde van de Curaçaose jeugd. Nog diezelfde morgen ontvingen koningin en prins in het gouvernementshuis een deputatie onder voorzitterschap van de heer Alvarez Correa, die aan haar majesteit het nationale geschenk van de bevolking der Antillen aanbood. Een cheque ter waarde van 124.000 Nederlandse guldens, met kleine en grote bedragen bijeengebracht. De koningin heeft dit geschenk, waarvoor zij haar warme erkentelijkheid betuigde, inmiddels bestemd voor de bouw en inrichting van 4 jeugdhuizen op Curaçao en Aruba. Het hoogtepunt van deze eerste dag kwam in de middaguren. In het stadhuis van Willemstad, waarin de Staten der Nederlandse Antillen hun vergaderzaal hebben, kwamen vele vooraanstaanden uit den landen onder wie de gezaghebbers der verschillende eilanden bijeen voor het bijwonen van een buitengewone vergadering der Staten, waarin Hare Majesteit een rede zou uitspreken. De koningin en de prins, die zich wederom met de calèche naar de vergadering hadden begeven, troffen buiten het gebouw een erewacht van de marine. Binnen werden ze door een commissie van ontvangst naar hun zetels geleid. Voor het eerst zou de regerende vorstin de volksvertegenwoordigers van de Antillen toespreken, hetgeen gezien mag worden als de bezegeling van het statuut. De voorzitter der Staten, de heer Iroskin, gewaagde in zijn begroetingsrede van de vreugde die de bevolking der Nederlandse Antillen beving toen zij vernam dat de koningin en de prins het rijksdeel zouden bezoeken. En hij dankte Hare Majesteit en haar gemaal voor hun komst. Terwijl het geruis van ventilatoren haar spreken bijna overstemde, hield de vorstin een rede waarin zij onder andere verklaarde: in uw midden aanwezig te zijn betekent voor mijn echtgenoot en mij een waar voorrecht. Want het is het bijwonen van een symbolische manifestatie van uw zelfstandigheid. Aan het einde van deze gedenkwaardige middag maakte het koninklijk paar nog een korte rondrit door het stadsdistrict. Opnieuw hadden duizenden zich langs de route opgesteld om de koningin en de prins te zien en toe te juichen, om op die wijze blijk te geven van hun trouw aan het vorstenhuis. S'avonds werd overal in de stad de feestverlichting ontstoken. Het was een feeriek besluit van deze eerste dag van het koninklijk bezoek aan de Nederlandse Antillen.
En over hem doen hier de meest wilde geruchten. Hij is de vorige week bij de staking is die neergeschoten en men vreesde voor zijn leven. We werden vandaag in de gelegenheid gesteld een moment met hem te praten. Mevrouw Godet, hoe is het op het ogenblik met u? Nou, voor wat betreft mijn gezondheid gaat het langzaam, gaat het vooruit. U hebt verder wel gehoord wat er allemaal gebeurd is met de regering en zo. Dat hebt u kunnen volgen? Ja, ik heb het gehoord, want het was ook een van mijn strijd dat de regering zou afzaken. En ik heb gelezen dat de regering een ontslag bij de gouverneur hebben aangeboden. Door het nieuws over de doden en neergeschoten vakbondsleider slaat de vlam helemaal in de pan. Betogers plunderen een slijterij en de alcohol draagt bij aan de explosieve sfeer die er al was.25 kilometer van de kust van Venezuela ligt het eiland Aruba, behorend tot het gebiedsdeel Curaçao. Het is het kleinste van de benedenwindse eilanden, slechts 30 kilometer lang en 5,5 kilometer breed. De hoofdplaats Oranjestad beschikt over een uitstekende haven. Oranjestad is een moderne stad met verschillende grote openbare gebouwen. Om enkele voorbeelden te noemen: het postkantoor, tevens radiostation, hotels, een goed ingericht ziekenhuis. In het oliecentrum Sint-Nicolaas vindt men deze fleurige arbeiderswoningen. De grootste en nieuwste school van het eiland is de Juliana School voor MULO en lager onderwijs die in 1941 gebouwd werd. Onze operateur was er in het speelkwartier en de jeugd moest natuurlijk even naar het vogeltje komen kijken. De bevolkingscentra van Aruba krijgen hun leidingwater van de landswatervoorziening, de LWV. Dit water wordt verkregen door het destilleren van zeewater. Een omslachtige methode, maar de enig mogelijke op dit droge eiland. Het economische leven op Aruba wordt bepaald door de grote olieraffinaderijen in Sint-Nicolaas. De ruwe olie komt van Maracaibo in Venezuela en wordt hier verwerkt tot stookolie, benzine, dieselolie en andere producten. Aan duizenden arbeiders die uit alle windstreken hierheen gekomen zijn, verschaft deze machtige industrie een behoorlijk bestaan. Op de natuurlijke haven van Willemstad op Curaçao liggen de olieraffinaderijen van de Koninklijke Shell. Deze industrie, wel de voornaamste van het eiland, verschaft werk aan duizenden mensen, terwijl de eigen rederij van de maatschappij nog eens enige duizenden arbeiders in dienst heeft.
De ruwe olie wordt gewonnen in Venezuela, vanwaar hij met tankschepen naar Willemstad wordt vervoerd. 45 tankers varen regelmatig tussen Venezuela en Curaçao op en neer. Direct na aankomst van zo'n schip wordt de olie gelost. Via een ingewikkeld pijpleidingnet van vele kilometers lengte gaat de ruwe olie naar voorlopige opslagtanks, waaruit hij later naar de raffinaderijinstallatie zal worden doorgepompt. De ruwe olie wordt in de destilleerinrichtingen gesplitst in lichte en zware producten, variërend van benzine tot stookolie. In vele gevallen worden de zware producten echter aan een tweede behandeling onderworpen, het zogenaamde kraken, dat in deze installatie geschiet en waarbij opnieuw lichte producten ontstaan. Bij dit kraken komen ook grondstoffen vrij voor vliegbenzine, die gedeeltelijk in deze enorm hoge torens bereid wordt. In de grote laboratoria, niet alleen op Curaçao, maar ook in Nederland, worden de producten geregeld op hun kwaliteit en hoedanigheden grondig onderzocht. De gereden producten worden voor een groot deel weer per tankboot, echter ook in vaten, naar alle landen der aarde verscheept. De olieraffinaderijen op Curaçao geven werk aan velen en dragen ten zeerste bij tot de welvaart van het hele eiland. Slechts een enkele nederzetting is gevestigd in de uitgestrekte oerwouden die de Cotica, een van de grote Surinaamse rivieren, aan beide zijden omzomen. Aan boord van het motorschip Prospector voer Hare Majesteit de Koningin op de vijfde dag van het bezoek aan Suriname deze rivier op naar het bauxietcentrum Mungo, 120 kilometer van Paramaribo. Suriname is 's werelds grootste leverancier van bauxiet, de grondstof waaruit aluminium wordt bereid. Terwijl de koningin een rondgang over het terrein maakte, bleef het bedrijf in volle gang. Bauxiet wordt opengemijnd, dat wil zeggen er zijn geen mijnschachten nodig. Nadat men de bossen heeft gekapt, ligt het erts zo voor het opscheppen. Na haar bezoek aan de fabriek bezichtigde de koningin ook nog een van de winplaatsen der bauxiet. Hare Majesteit begaf zich vervolgens naar het bosnegerdorp Mungo Tapu, dat ter ere van dit bezoek feestelijk versierd was. Reeds lang voor de komst van de Grammissie begon men er al tamtam te maken. Na een kort oponthoud in dit dorpje reed de vorstin over de enige weg in deze streek naar Albina, een plaats aan de Marowijnenrivier die de grens vormt met Frans-Guyana. Naast honderden Bosnienegers, onder wie vele kinderen, waren bij de komst van de koningin ook 60 Wayana's aanwezig. Wilde indianen die 5 dagen door het oerwoud hadden moeten trekken om vanuit hun woonplaats aan de Braziliaanse grens Albina te bereiken. De stam der Wayana's leeft in zeer armelijke omstandigheden. De indianen betoonden zich zo geestdriftig dat de koningin er bijna beduust van werd. Een dag later werd koningin Juliana, nu weer in gezelschap van prins Bernhard, met gamelanmuziek begroet in Marienburg. Hier in Marienburg zijn vele Indonesiërs werkzaam in een grote suikerfabriek die door het koninklijk paar bezichtigd werd. In deze streek wonen 20.000 Javanen en 70.000 Hindoestanen.
nazaten van de zogenaamde contractarbeiders die na de opheffing der negerslavernij naar Suriname kwamen. In een der Hindoestaanse dorpen werd de koningin op typisch Indiase wijze geëerd. Het koninklijk paar was hier tegenwoordig bij de opening van een Hindoestaanse tempel. Terug in Paramaribo verleenden koningin en prins audiëntie aan vier grandmans, de groot opperhoofden en heersers over de oerwoudbewoners van dit rijksdeel. Zij spraken met de vorstin over de medische en sociale verzorging van hun stamgenoten. Ter gelegenheid van deze audiëntie gaf een Bosnegergezelschap een dansdemonstratie. De koningin bezocht in Paramaribo de crèche van de Stichting voor Liefdadige Doeleinden. Hare Majesteit toonde veel belangstelling voor de kleuters en hielp graag een handje mee bij het bal der kleintjes, dat wel een beetje rommelig, maar juist daardoor nog wel zo aardig was. Na een nachtelijke tocht, gedeeltelijk over zee en verder over de Nickerie-rivier, bracht de Willem van der Zaan het koninklijk paar op de achtste dag van het bezoek naar Wageningen. Met een motorboot werd een tocht gemaakt door de irrigatiekanalen van dit gebied. 6 jaar geleden was deze streek nog één groot moeras. Maar dankzij Nederlands pionierswerk is hier, diep in het oerwoud, een rijstbouwgebied ontstaan waar meer dan 20 Nederlandse boeren nu een behoorlijk bestaan leiden. De laatste officiële daad die de koningin tijdens dit bezoek aan de West verrichtte, was de onthulling op het Sivaplein in Paramaribo van het monument dat door het Nederlandse volk aan Suriname is geschonken, uit erkentelijkheid voor de hulp die het tijdens en na de oorlog van dit rijksdeel ontving. Het monument stelt 3 meisjes voor, een Creoolse, een Nederlandse en een Hindoestaanse. Het beeld werd vervaardigd door onze landgenoot Marie Andrie. In de middag van deze dag aanvaarden koningin Juliana en prins Bernhard de thuisreis. Op het vliegveld Zanderij nam het koninklijk paar afscheid van de autoriteiten, onder wie gouverneur Klaasjes. Ook minister-president Ferrier was aanwezig. Het koninklijk bezoek aan de West was ten einde. Uit het vliegtuig wierpen koningin en prins een laatste blik op het land van de Surinamers, die hen met zulke warme sympathie en genegenheid hebben ontvangen. 24 dagen na het vertrek van Schiphol zette gezagvoerder Bos de Jan van Riebeek met zijn koninklijke passagiers weer veilig op de Amsterdamse luchthaven aan de grond. Tot veler vreugde bleek ook prinses Wilhelmina naar het vliegveld gekomen om haar dochter en schoonzoon te begroeten. Samen met grootmoeder wuifden de prinsessen koningin Juliana en prins Bernhard een welkom toe. Hoewel de koningin al vele maanden tijdens de reis had moeten spreken, sprak zij toch ook hier spontaan enkele woorden. Het is een beetje onverwacht om bij terugkomst onmiddellijk weer een microfoon voor je neus te zien. Maar ik wil toch heel erg graag iets over deze reis vertellen, want we zijn buitengewoon onder de indruk gekomen van de ongelooflijke hartelijkheid waarmee we ontvangen zijn, zowel in de Nederlandse Antillen als in Suriname. De koningin en de prins keerden nog even op hun schreden terug om met een hartelijke handdruk afscheid te nemen van gezagvoerder en bemanning van de Jan van Riebeek. Van de vele aanwezige autoriteiten was minister-president Drees de eerste die het koninklijk paar in het vaderland verwelkomde. De hele begroetingsceremonie duurde slechts 20 minuten. Na 3,5 week van scheiding keerde het koninklijk gezin herenigd naar het paleis Soestdijk terug.